kleine ondernemingen worstelen heel vaak met de vraag van oké, ja, ik wil daar wel op inzetten, op die employer branding, maar hoe begin ik daaraan? Heb ik daar überhaupt tijd of geld voor? Wij kunnen niet terugvallen op een HR-dienst of een communicatiedienst die dat heel mooi kan gestructureerd aanpakken. De enige optie die we soms lijken te hebben is een consultant aanspreken, maar daar hebben we niet altijd het geld voor om in te investeren. Dus wij weten dat KMO's met die vragen worstelen. En dat was eigenlijk de hoofdreden waarom we dit boek geschreven hebben en dat we er ook een gratis toegankelijke tool aan gekoppeld hebben, zodat bedrijven eigenlijk, mits volgen van het boek en de stapjes, zelf ook aan de slag kunnen. Zelfs al ben je maar een bedrijfje met 10 tot 20 mensen. De CEO heeft het vaak al heel druk, heeft vaak weinig tijd, maar dat hij toch zegt van ja, ik heb hier geen keuze, ik moet hier mee, ik moet de concurrentie soms een stapje voor zijn om de juiste mensen aan te trekken, dan denk ik dat je wel al door die stapjes te volgen, die tool eens in te vullen, dat je al heel veel kan gaan bereiken door zelf met je medewerkers te gaan bepalen van waarvoor staan we, wat voor werkgever willen we zijn. En dat dan ook mee te gaan nemen in de communicatie die je doet extern. Bijvoorbeeld simpelweg in de vacatures, simpelweg op jouw website, op jouw jobsite, dat daar toch in vermeld staat, dat employer brand, waarvoor jij staat als werkgever.